Hey, welkom op dag 18 van de Pick Up Your Brush Pen Challenge. Ik ben Marien van Scrappiness en vandaag heb ik een heel erg leuke oefening voor jullie, namelijk deze hier. Want het is vandaag de eerste keer dat we al zo'n klein beetje meer een stapje verder gaan op het oefenen van verbindingen. Ik zou zeggen, laten we er gewoon meteen in vliegen. Neem een leuk kleurtje, zorg dat je papier is voorbereid, dus lijnen van ongeveer 2,5 centimeter en dan kunnen we van start gaan. Wel, wat upstrokes zijn, downstrokes zijn, dat hoef ik jullie allemaal niet meer te vertellen. Ik hoef jullie eigenlijk ook niet meer te vertellen dat uitzwaaien heel erg belangrijk is. En dat gaan we zo zien. Dus ik start ongeveer halverwege met een upstroke. Dus mijn penpunt wijst naar de linkerkant voor mij toe, omdat ik rechtshandig ben. En ik ga echt werken vanuit mijn vingers en vanuit mijn pols zo'n beetje, om dus mijn upstroke uit te gaan voeren. Dus schuin gebogen omhoog. Op deze manier. Dit is de eerste beweging. Ik ga even met twee kleuren maken, zodat jullie ook heel duidelijk zien dat deze oefening uit verschillende handelingen bestaat. Ik plaats mijn penpunt neer, want ik ga een downstroke maken. En heel belangrijk is dat ik terug ga uitlopen naar boven toe. Dus dit gaat één beweging zijn. Penpunt neer. Downstroke, ik zie mijn lijn aankomen, ik hef hem op en hier werk ik hem een klein beetje bij, want dat vind ik niet oké. Voilà, dit is hij. Dus mooi uitzwaaien. Nu ga ik weer dezelfde beweging doen, dus eigenlijk die I-vorm. Dus penpunt neer, penpunt een klein beetje opheffen en mooi uitzwaaien naar boven toe. Ik heb jullie ook al verteld dat als we die upstrokes doen, dat we onze penpunt eigenlijk wat meer mogen manipuleren. Ik zeg wel altijd ongeveer een hoek van 45 graden hanteren. Maar als je fijn omhoog wilt trekken, dan kan het soms wel zijn dat je vingers de pen iets wat rechter omhoog trekken. En bij het omhoog trekken kan het absoluut geen kwaad, want we oefenen immers bijna geen druk uit. Dus downstroke, druk uitoefenen. Omhoog. Ja, en kijk, nu ga ik hem dus wat manipuleren. Doordat hij rechter staat, omdat dit voor mij makkelijker is. Naar beneden. En zo. Ik ga het nog een keer doen. En mooi uitzwaaien. De laatste, voor dit lijntje alleszins. Zo. Ik weet niet of het jullie al is opgevallen, maar ook heel belangrijk bij deze oefening, dat is dat deze lijnen liefst evenwijdig lopen. Zie je? Dus wil jij in de toekomst mooie letters gaan tekenen, die we gaan schrijven, dan ga je moeten proberen om hier rekening mee te gaan houden. Dus dat is eigenlijk wel een heel goede tip die ik je kan meegeven. Dus probeer elke keer om die lijnen dus mooi te houden. En dat geldt natuurlijk ook voor deze hier. Zie je? Dus ik ga ook elke keer proberen om deze evenwijdig te laten lopen. Zo, ik ga het op het volgende lijntje nog een keer doen. Dus ik start ongeveer halverwege met een upstroke. Ik manipuleer mijn lijn een beetje, want met een upstroke mag dat. Met de downstrokes, daar zijn we voorzichtiger in. Daar gaan we zeker niet dit doen, want dan haal je nooit de mooie maximale breedte uit je brushpen. En dan kun je je brushpenpunt ook gewoon beschadigen. En dat is zeker niet de bedoeling. Of het zou me toch straf lijken, moest dat de bedoeling zijn. Dus mooi neerduwen. En ophalen. En probeer vooral te letten dat je lijnen allemaal mooi evenwijdig lopen. Eigenlijk een superleuke, relaxerende oefening.
test zeker verschillende kleurtjes uit, want dat maakt je schrift natuurlijk altijd wel mooier. En dan kun je tegelijkertijd ook al eens een beetje uitzoeken welke kleurencombinaties jij leuk vindt om in de toekomst aan de slag te gaan met woorden en letters. Heel veel oefenplezier voor vandaag. Heb je nog vragen? Wil je graag iets anders weten? Wees zeker niet verlegen om daarachter te vragen. Ik help je heel graag verder. Tot gauw!